ik daar iets over geschreven en van het vooral over hebben, maar deze boek is hier ook wel dat het hier is verwerkt. Erik Meijsland, wil ik graag een uitdoen. Ik wil eerst eens even weten, Erik, het is een historische roman over twee Nederlandse componisten, Diepenbrock, Alfons Diepenbrock en Matthijs Vermeulen. Een historische roman, is het nou waar of is het nou niet waar? Is het nou fictie of zijn het feiten? Of hoe ziet dat eigenlijk? Alles is waar en het is toch fictie. Leg uit, alles is waar en het is toch fictie. Dus ik heb me wel gehouden aan de feiten zoals ze in de biografie en in de brieven naar voren komen. Alleen op het moment waar de echte gaten vallen, namelijk als je je moet gaan voorstellen van ja, wat zal die gedacht hebben op dat moment, wat hebben ze tegen elkaar gezegd, wat zagen ze onderweg toen ze daar liepen, dat soort dingen. Dat vul je natuurlijk heel erg, dat Vermeulen in zijn jeugd, dus toen hij tussen de 19 en de 5, 26 was, heel erg bevriend was met Diepenbrock. En die vriendschap vond ik enorm fascinerend. Mm-hmm. En wat daarover bekend werd uit die biografie, daar waren een aantal feiten in die ik niet goed begreep, althans niet psychologisch goed kon duiden. En hij krijgt bijvoorbeeld een verhouding met de 25 jaar oudere vrouw van Diepenbrock. Terwijl hij zijn leermeester, want Diepenbrock beschouwde hij als zijn leermeester, heel erg bewonderde enzovoort. Nou, daar vermoedde ik natuurlijk een enorm complex drama. En in de trein bekent zij haar liefde aan de leerling van Diepenbrock, aan Vermeulen. Nou, dus dit was dus bijvoorbeeld zo'n vraag in die biografie wat ik niet snapte. Dat ik dacht van, er stond dus zo heel droog van onderweg naar de première van de mis van Diepenbrock verklaarde Elisabeth haar liefde aan zijn leerling Matthijs Vermeulen. Toen dacht ik, hoe kan ze dat doen? Wat is dat? Is dat wraak? Dat je op het hoogtepunt van de carrière van je man, al klein publiek, want iedereen zat in die trein, dat je dan gewoon zo even tegen hem zegt van, ik ben verliefd op je. Nou ja, pas toen zijn moeder overleed, kreeg dat huwelijk na 9 jaar eigenlijk pas kansen. Maar op dat moment kwamen ook die jonge leerlingen bij hem op zoek. Jo steekt de pianokaarsen aan, gaat achter de toetsen zitten en bladert even in haar marsiascopie. Het voorspel tot de zomernachtscène gaat ze spelen. Diepenbrock gaat achter haar staan en kijkt over haar schouders mee naar zijn eigen noten in haar prachtige handschrift en naar haar slanke vingers op het klavier. De omhoog groeiende haren in haar nek krullen over haar kanten kraag. Haar hals en armen zijn bruin van het wandelen. Nee, daar heeft Diepenbrock een voorspel bij geschreven waarin hij natuurlijk zijn hele hebben en houden met Jo gestopt heeft. En die muziek die speelt zij hem dus voor op de piano hier. En dan laat ik hem nu met orkest. En hoe ging het toen verder? Ja, dat staat in het boek. Dat staat in het boek. Dat is eten. Yes, it's me and I'm in love again. Had no love and say you know when. You know I love you. Yes, I do. And I'm saving all my love in jail for you. Need your loving and I need it back. Heel erg
Rock is natuurlijk echt van de generatie Mahler. Dat hoorde je ook in die muziek. En Vermeulen die wilde toch echt nog een stap verder. En zeker na alles wat hij in de oorlog meemaakte, in de Eerste Wereldoorlog. Dit is dus augustus 1914. Vermeulen zit ergens op een hotelkamer met zijn raam open. Het is bloedheet, het is augustus. In precies diezelfde houding zag Vermeulen vanmiddag een Duitse soldaat op de helling naar Fort Liers liggen, toen de rook- en stofgordijnen van een mortierinslag optrokken. Een van de vele gepiekhelmde jongens die bij een van de vele bestormingen van het fort door de Belgen werden uitgeschakeld. Intussen ging de bestorming alweer door. Een nieuwe golf soldaten rende juichend naar voren door de rookvlagen en kruikdampen, onder wie sommige van de eerder neergevallenen die weer overeind gekrabbeld waren. Tot een nieuwe regen van exploderen. Dit heeft natuurlijk dezelfde kracht als de Sacré van Stravinsky of zo. Ik had echt het idee van mijn wereld houdt hier op. Ik wil niet verder. He, dit gaat voor mij gewoon een stap te ver. Schoenberg, dit is ook atonale muziek. En dus alle noten zijn gelijkwaardig. Je hebt niet meer dat idee van er is één God en daaronder heb je de hiërarchie en er is niet één tonica en daaronder natuurlijk op alle mogelijke manieren gezwegen in dit boek. Het grote zwijgen is natuurlijk ook waar ze allebei als componist bang voor zijn. Als Mengelberg je niet uitvoert, ja, wat gebeurt er dan? Dan ga je op in het grote zwijgen. Even van Vermeulen naar deze cd die hier ligt. En wil ik vragen naar Frans, wil je even hier komen? Beginnen denk ik met te zeggen dat ik al vanaf mijn middelbare schooltijd totaal verslaafd ben. Maar Matthijs van Meulen, dus ik ben absoluut niet in staat om daar ook maar enigszins objectief in te worden. Je moet zeggen dat aan deze sonate begint, zoals heel vaak stukken van Meulen, heel fluisterend, heel zacht. En dan ontstaan er allemaal melodieën die elkaar opvolgen. Dat is eigenlijk deel. Dat begint een beetje zoals die tweede symfonie, maar nog niet zo heftig. Kan ook niet als je alleen maar een piano en een cello hebt, kun je natuurlijk niet tegen zo'n heel orkest op. Maar dan in ieder geval heel krijgshaftige muziek, die dan plotseling afbreekt met hele harde akkoorden ook weer. En dan is er een groot zwijgen, zou ik haast zeggen. En dan komt het beginthema, het Venus-thema weer. Zullen we een klein stukje horen van die eerste sonate van Matthijs van Meulen? Ja. Thank you.
oorlogsgeweld en dan buiten alle krijgsgezangen van de overwinnaars zoals de Burgerveld. Dankjewel. Dankjewel voor... In het ongeluk wilde storten van zoiets schandelijks als een scheiding. En Elisabeth, die wilde wel door. Mm-hmm. En nou ja, ik ga niet echt het dramatische hoogtepunt van mijn boek vertellen. Nee. Maar... Nee, maar misschien dat in een stukje. Ik wil dit niet. En toen bleek er dus een weduwe Vermeulen te zijn. Dat was Thea. Die woonde in een huisje in Laren in Holtwijk. Maar de Diepenbroek zei, komt u maar even langs. Dus in 1987 of zo was dat, reisde ik naar Laren en werd ik uitgenodigd in het huisje. Daar stond die raarvleugel van mijn vader, torenop aan de muur, der kinderen, al die dingen. Het stoeltje van Gorter waarin die aan Diepenbroek de mei heeft voorgelezen, stond daar gewoon allemaal. Dus ik stapte zo die geschiedenis in. En ik dacht echt van, nou ja, hier moet een boek over komen. De salon, dat is 13, die is 13 november. Kunt u zich al voor opgeven? Want dan komt hier Aleid Truijens over haar biografie over F.B. Hons. Een aanrader. 13 november.